ze luisteren nooit. De auto bij. Listen, don't listen. En ik had echt het gevoel, nou, ik zit hier echt niet op mijn plekje. And I had a feeling, it's not a place for me. Maar ik heb ook geleerd, als je God gehoorzaamt. But I've learned, if you obey God. Dan maakt hij de situatie anders. Then he changes the circumstances. De kinderen zijn echt niet gehoorzamer geworden. And the children has not learned to obey. Al niet rustiger. And they are not more quiet. Maar ik ben veranderd. But I've changed. Ik ben opgegroeid met het gevoel dat ik geen waarde had. I've grown up with the feeling I was not worth, I was unworthy. En of het nou waarheid was of niet, maar zo voelde ik dat. If it was true or not, but I felt like that. Maar nu ik God in mijn leven heb. But now I have God in my life. Ik heb waarde. Now I have worth, I'm worth something. Het zeker weten. Het zeker weten dat er iemand is die zo van je houdt. To be certain that is someone who loves you so very much. Dat hij uit de hoge hemel naar beneden kwam voor mij. That he came down from heaven for me. En dat hij al mijn schuld, al mijn rottigheid, alles wat ik heb uitgevreten aan het kruis voor mij, sorry, heeft gedragen. And that he bared every debt, every sin I did. He bared it on the cross. Puur uit liefde voor mij. And just for love, for me. Is zo'n geweldig gevoel. It's so very good feeling. Het gaat verder dan alleen gevoel. Het is een diep zeker weten. It's further than a feeling, but it's a certain knowing within me. Het is er niet alleen voor mij, het is ook voor jullie. It's not only for me, but it's for you as well. God heeft jullie ook zo lief. God loves you so much. En hij wil zo graag dat jullie naartoe komen. And he like it to that you come to him. Kom met al je zorgen. Jezus zegt het zelf. Come with all your sorrows. The Lord says so. Geloof het maar gewoon. Het is waar. Believe it. It's true. Iedereen heeft zorgen hier. Everybody has sorrows here. Ik ook. I too. Maar ik weet, elke keer als ik naar Jezus toe ga, als ik naar Jezus kijk. But I know, every time when I look to Jesus and go to him. Dus al die onrust, al die zorg in mij. Then all the inquiries and the sorrow in me. Is weg. Is gone. Maar je moet wel gehoorzaam zijn. But you have to obey. Want ik heb ook geleerd, als je dat niet bent, dan ben je goed onrustig. I've learned that if you are not obeying the Lord, that it will not be quiet within you. Ik kan alleen maar zeggen, neem Jezus aan als je dat nog niet hebt gedaan. I can only tell you, please take Jesus if you didn't do that. Je hart, ja, er zit zoveel in, maar hij haalt het eruit. And in your heart, there's a lot in your heart, but he will draw it out. Alles wat Satan in al die jaren erin gefluisterd heeft. Everything that Satan just told to you in your heart. Het zijn leugens. Hij haalt het eruit. It's lies, all lies, and Jesus will pull it out. En ik kan zeggen, ik ben vrij. And I can tell you, I'm free. Amen. Halleluja. Halleluja. That is the work of God. That's the word from God. God can use you no matter who you are. God kan je gebruiken wie je ook bent. He knows you. He knows what to do when he needs you. He can't jou. He's ready for you. When he is ready, he will go for you. And als jij je excuus maakt, God is ook klaar voor je. Hij is er altijd voor je. Okay, we'll move on with our program as the band here is going to give us two wonderful songs. Amen. We gaan verder het programma en onze muziek. Thank you.
one by one. Today we are celebrating and we are counting our blessings. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Hallelujah. How wonderful it is when we are in the presence of God. Geweldig als we in de aanwezigheid van God zijn. En we kunnen onze zegeningen tellen, één voor één. We move on to the next aspect of our program. I'll call on our mother, who is going to give us a short report about this special program today and the church. Ja, broeders en zusters, het doel van deze middag. Yes, brothers and sisters, the purpose of this afternoon. Dat is God loven en prijzen voor deze middag. And it is to worship and to praise God this afternoon. Dat is God lof offeren omdat wij 5 jaar kerkhoofd zijn. That is to bring God the worshiping because we celebrated the 5 years anniversary this afternoon. Want zonder het plan van God zouden we hier niet zijn. Because without the plan of God we would not be here. 5 jaar evangelische gemeente alleen voor Jezus. 5 years evangelische gemeente only for Jesus. Deze gemeente begon als een Bijbelstudiegroep van 6 personen. This church started as a Bible study group from 6 persons. Later kwamen er nog 2 personen bij. After the 2 people joined us. Wij hebben veel gebeden om de wil van God in onze levens te kunnen bestaan. We prayed a lot so that we could do the will of God in our lives. Mensen uit AZC in die tijd, uit Oude Pekela. People from the AZC at that time, from Oude Pekela. Kwamen elke zondagmiddag in het gezin van Papa Don en Mama Ceci. They came every Sunday afternoon in the family of Mama Ceci and Brother Don. Om te praten over Jezus. To talk about Jesus. En God gaf Broeder Don in de nacht. And God gave Brother Don in the night. De tekst uit Jesaja 54 vers 2. The scripture from Jesaja 24 verse 2. Maak de plaats uw tenten wijd. Make the place where your tents are standing wide. Verhinder het niet. And don't disturb it. Maak uw koorden lang. Make the ropes long. En steek uw pinnen vast in. And put the pins fast in the ground. God gaf aan onze broeder Don de opdracht. God gave our brother Don the mission. Sticht een kerk hier in Oude Pekela. You have to found a church here in Oude Pekela. En broeder Don deelde het aan onze Bijbelstudie mee. And brother Don he told us during the Bible studies. Vol van onzekerheid. He was insecure. Maar in het volle vertrouwen. But he had faith. Dat God zal helpen. That God come and help him. Omdat het zijn werk was. Because it was the work of God. Hebben wij gehoorzaamd. En zo ging het beter. En op 2 juli 2006 begonnen wij. And on the 2nd of July in 2006 we started. Door de genade van God. By the grace of God. In de boekenkist in Oude Pekela. In de boekenkist in Oude Pekela. We werden met 7 mensen ingezegend als leiding. We were blessed with 7 people as being in charge of the church. In deze eerste dienst waren er meer dan 100 gasten en 35 kinderen. And in this first service there were more than 100 visitors and 35 children. Wij zijn gestart omdat God op ons hart heeft gelegd. We started because God told us to do. Was het gemakkelijk dat begin? Was it easy in the beginning? Nee. No. Maar God hielp. But God was helping us. Wijsheid. He gave us wisdom. Geduld. He gave us patience. Liefde. He gave us love. Wij moesten zoveel leren. We had to learn so many things. Van de boekenkist een kleine ruimte. From the boekenkist, there was a little space where we had there. Gingen we naar het gebouw van de hervormde kerk. We moved to the building of the Reformed Church. En van de hervormde kerk gingen we naar dit gebouw. And from the Reformed Church, we moved to this building. We zijn heel blij met dit gebouw. We are very happy that we can be here in this building. Broeders en zusters, vele mensen kwamen en gingen in onze gemeente. Brothers and sisters, many people came and many people also went. Vele gingen ook naar een andere plek in Nederland. Some people moved to another place here in Holland. Of terug naar hun thuisland. Or returned to their country where they came from. U weet, wij zijn een gemeente van verschillende nationaliteiten. You know, we are a church with different nationalities. Dat kunt u ook wel zien aan alle vlaggen die hier hangen. You can see it on all the flags that we have hanging here above. De veelkleurigheid van God. That is the colorful thing of God.
Onze zuster Janneke heeft zo straks al bij de kinderen gezegd. Our sister Janneke. Een witte huid, een bruine huid. Alles is hier vertegenwoordigd. Our sister Janneke already told us when she was singing with the children, a brown skin, a white skin, a red skin, everything is here allowed. In de afgelopen 5 jaar zijn er kinderen opgedragen. In the past 5 years we dedicated some children. Mensen gedoopt. People were baptized. Huwelijken gesloten. We had marriages here. Maar ook mensen begraven. But also we had to bury some people. We hebben gezellige familiemaaltijden gehad. We had family meals together. Het eten was overvloedig. And there was always plenty food. Net als de zegen van God voor onze gemeente. Just like the blessings of God for our church. Wij begonnen met 1 Bijbelstudie. We started with 1 Bible study. En nu zijn er 5 Bijbelstudieavonden in 1 week. And now we have 5 Bible study evenings in the week. We hebben een cursus voor degenen die in de bediening staan. And we have a course for those people who are in the serving in the church. Wij mogen zondagsschool hebben. We have Sunday school. Jeugd en oudere jeugd. Youth and older youth. En God voegt het toe in allerlei activiteiten. And everything God oversupplied us in all the activities. We hebben een avondmaal. We celebrate in Holy Communion. Gebedsnacht. We have prayer nights. Fasten. Fasting. En bidden. And prayer. We mochten ook een conferentie houden met Bruno Rino uit Zwitserland. We were also allowed to have a conference together with Brother Rino from Switzerland. We mochten ook sprekers verwelkomen uit Angola. We also welcome some speakers here from other countries for Angola. Kenia. Duitsland. Germany. En Nederland. And Holland. En God liet ons de gaven van de broeders en zusters zien. And God showed us the gift that these and talents that these brothers and sisters have. De gaven van het spreken. The gift of preaching. Talken. Translating. Leiding. To give leadership. Bestuur. And be in charge. Muziek. Music. Kinderwerk. Children work. Ben nog niet klaar hoor. I'm not finished yet. Keuken. In the kitchen. Decoratie. Decoration. Ziet u hier ook. You can see it here. Kijk, Beamer en jeugdwerk. Beamer en woodwork. En evangelisatie. And to evangelize. Voor God is elk mens uniek. For God, every person is unique. En u ook, iedereen heeft zijn of haar gaven. Also you are unique and every one of us have his talents. 5 jaar gemeente. 5 years having a church. Verdriet. We had sorrow. Moeite. Pain. Zorgen. And sorrow. Maar nog veel meer ervoeren wij de genade en de liefde van God. But always we experience the grace of God. In 2009 en 2010 ging broeder Don naar Angola. In 2009 and in 2010 our brother Don went for visiting to Angola. En zuster Ceci en ik, we mochten dit jaar naar Angola. And sister Ceci and me, myself, we had the opportunity to go to Angola ourselves. We mochten spreken in deze jaren van Jezus, de opgestaande Heer. We were allowed to talk about Jesus, the one who stepped up out of the dead. Zuster Ceci heeft concerten gehad om te zingen over die opgestaande Heer. Sister Ceci, she had some concert there and she could sing about this Jesus. Broeder Prins uit Veendam ging voor ons vanuit onze gemeente naar Angola. And Brother Prince also visited Angola in for our church. Wij zijn God hiervoor heel erg dankbaar. We are very grateful for this to God. En dit jaar zijn we begonnen met de jeugd van 10 tot 14 jaar. And this year we also started something for the youth from 10 to 14 years. En de oudere jeugd van 15 tot en met nu. And the older youth, as long as they feel that they are youth. Er is een fijne jeugdmiddag geweest. We had many nice youth meetings in the afternoon. Helemaal verzorgd door de oudere jeugd. And they all, the older youth took care of it. De afgelopen weken hadden wij slaapfeestjes. Last week we had the sleepovers. Van de zondagsschool in de jeugd van 10 tot 14 jaar. From the Sunday school for the youth from 10 to 14 years. U hoort wel, er zijn vele activiteiten geweest. As you hear, we had many activities. Maar ook de openmarkt en de Schutzenmarkt en de nieuwe Pekka hebben we meegemaakt. But also the openmarkt en de Schutzenmarkt, we spent some time there. Zanggroepen uit andere gemeenten waren bij ons. We had singing groups from other churches here. En we zijn heel blij dat het de groep van leden zelfs die deze middag voor het eerst bij ons is. And we are also very happy that a group of the Salvation Army is here with us this afternoon. Want de Heer zegt, ik wil dat jullie allemaal één zijn. Because the Lord is telling us that we should be one. We hebben de
verschillende AZC's bezocht in Oude Pekela, Bellingwolde en Musselkanaal. We visited different AZC's hier in Oude Pekela, Bellingwolde en Musselkanaal. En ook daar zijn Bijbelstudiegroepen begonnen. And also we started some Bible study groups. We werken samen in de werkgroep Kerk en Vluchtelingen. We also work together with this foundation Church and Refugees. Samen met de Christelijke Gereformeerde Kerk in Nieuw-Pekela. And together we do that with the Christelijke Gereformeerde Kerk in Nieuw-Pekela. Van daaruit, vanuit die werkgroep, zijn we met familieavonden. And from this working group we started family evenings. Vrouwenmorgens en een Bijbelstudie begonnen. Women meetings and Bible studies. We zouden hier nu niet zijn, broeders en zusters, als Gods plan niet was. We would not be here, brothers and sisters, if it was not a plan of God. Het plan van God om mensen van Jezus te vertellen. The plan of God to tell people about Jesus. Wij zijn maar mensen. We hebben niet de kracht en de liefde om dit te doen. We are only human beings, man. We don't have the strength and the love to do this. Daarom is het onze wens om dicht bij God en zijn woord te blijven. That's is why it is our wish always to be close to God. Het is nodig om samen zijn woord te onderzoeken. It is necessary to search for His word. En de Bijbel zegt. And the Bible is telling us. Ik zoek mensen die in geest en in waarheid samenkomen. I'm searching for people who are coming together in the truth. En dat is de wens van ons hart. And that is the wish of our heart. Samen Jezus volgen. To follow Jesus together. In geest en in waarheid. In spirit and in truth. Amen. Amen. Halleluja. Halleluja. Amen. You see how blessed we are? Zien jullie wel hoe gezegend wij zijn? But there is one thing our mother did not tell you before. Maar er is één ding wat onze moeder ons niet heeft verteld. God give us family. God heeft ons een familie gegeven. We are one family. Wij zijn één familie. When I have sorrow, the next sister care for me. Wanneer ik zorgen heb, dan ga ik naar mijn zuster of broeder van de kerk toe en ze bidden voor mij. And that is what the Bible says. So we should pray for one another. En dat is wat de Bijbel ons vertelt. We moeten bidden voor elkaar. Halleluja. Okay, you are responsible for this man. You have to take him to dance. Jij bent verantwoordelijk voor die man. Next to you, you are responsible for that person. En degene die naast je zit, dan ben jij verantwoordelijk. I hold you responsible. Als je dat niet doet, dan ben jij verantwoordelijk. You, the next one, like that. Everybody, ja, dus iedereen is verantwoordelijk voor degene die naast je zit, dat hij echt dan gaat voor je. You know why? Weet je waarom? Because we are going to say to our Lord, we appreciate for what you have done for us for 5 years. Omdat we de Heer gaan bedanken nu, omdat we dankbaar zijn voor hetgene wat hij de afgelopen 5 jaar voor ons heeft gedaan. Amen. Amen. Halleluja. Amen. Halleluja. Oké. Okay. Halleluja. Halleluja.
Somebody say holy to my God and Lord, my God and King. Somebody sing holy. Somebody sing holy. I will rest upon the Lord, my God Almighty. He who was in there when this to come. Joyful, joyful, we adore.
Thank you very much. Thank you very much. To give us. We gaan verder met ons programma en met de band. Two songs. Gaat nu twee liedjes nog voor ons spelen. Aspect. We gaan verder met het volgende onderdeel. We call our brother
David to give a testimony. We roepen onze broeder David voor een getuigenis.